Hey, 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 daar was ik weer. Ik ben weer helemaal terug in Nederland. De vorige aflevering heb ik namelijk opgenomen in Lissabon. En ik was daar eventjes een aantal daagjes en uh, helemaal alleen. Het was echt eventjes een bewuste keuze om daar alleen heen te gaan. Ik merkte echt dat ik daar behoefte aan had. Hey, superleuk dat je luistert naar de Tante Sof podcast. Mijn naam is Sofie Meelsink, maar je mag ook gewoon Sof zeggen hoor. In deze podcast is alles bespreekbaar en niets te gek. Als je het mij vraagt, zijn er namelijk best een hoop dingen waar we wat vaker over mogen praten met elkaar. Ik spreek je zo. En ik was daar alleen niet omdat ik gek werd van Brian. Ik word soms wel echt gek van Brian hoor. Maar dat is niet de reden voor mij om naar Lissabon toe te vluchten. Ik wilde gewoon echt weer eventjes quality time met mezelf besteden. Gewoon zelf die kant op en kijken hoe de wind waait. Nou, ik kan je één ding vertellen. Die wind, die heeft gierend hard gewaaid. Want het was hartstikke slecht weer de eerste paar dagen. Dus dat hele plan van mij om nog een heel klein beetje vitamine D op te kunnen vangen deze zomer. Dat liep een beetje in de soep. Ik hou mezelf dus echt voor om niet al te veel over het weer te klagen, maar... Dit kan toch niet, jongens? Ik, ik weet niet of het ooit zo kut is geweest. Het is gewoon halverwege juni en ik kan me niet herinneren wanneer het voor het laatst langer dan 48 uur droog is geweest. Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Het is verschrikkelijk. Ik zit hier in mijn trui en ik heb het gewoon koud. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik zeg je heel eerlijk dat dit wel de momenten zijn dat ik bij mezelf denk: wat doe ik hier eigenlijk? Goed, dit is helemaal niet waar ik het over wilde hebben, deze aflevering. Ik wil het vandaag namelijk hebben over alleen zijn. En ik was geïnspireerd om het over dit onderwerp te hebben, omdat ik dus eventjes alleen weg was geweest. Zometeen zal ik nog wat meer vertellen over hoe het was toen ik alleen weg was. Maar eerst wil ik eventjes het onderwerp, ja, introduceren. Het onderwerp van vandaag is namelijk alleen zijn, maar niet eenzaam. Of misschien beter gezegd, alleen met jezelf zijn. Je hebt namelijk vast wel eens iemand horen zeggen dat het echt super belangrijk is dat je eerst alleen kan zijn voordat je met iemand anders kan zijn. Ja, waarom is dat eigenlijk zo? En waarom gaan we het dan alsnog zo vaak eigenlijk uit de weg? Wat misschien ook zo kan zijn, is dat je jezelf hier helemaal niet in herkent, omdat je juist heel erg goed. Alleen kan zijn. Misschien kan jij wel zo goed alleen zijn dat je jezelf in dat proces ook wel echt eigenlijk isoleert richting andere mensen. Dit is een kleine noot to zelf, want in die laatste omschrijving herken ik mezelf heel erg. Ik dacht vroeger altijd dat ik heel erg goed alleen kon zijn, maar waar ik vooral heel erg goed in was, is mensen niet al te dichtbij laten komen. Dit onderwerp is natuurlijk veel minder zwart-wit dan dat het lijkt in eerste instantie, want je kan omringd zijn door mensen en jezelf alsnog eenzaam en alleen voelen. En andersom kan je alleen zijn in een kamer en dan hoeft alsnog dat gevoel van een er niet te zijn. Waar het eigenlijk allemaal om draait is verbinding. En in het eerste voorbeeld is dat dan verbinding met anderen en in het tweede voorbeeld is dat de verbinding met jezelf. Deze aflevering gaat dus over alleen leren zijn, maar dus wel in verbinding met jezelf. Je eigen gezelschap leren waarderen en tijd met jezelf doorbrengen, op een manier dat je uiteindelijk ook weer de beste versie van jezelf kan zijn bij anderen. Op een gezonde manier alleen kunnen zijn is super belangrijk, omdat je op die manier jezelf beter leert kennen. En dat je leert dat je op jezelf kan bouwen. En dat je ook geen genoegen neemt met minder op het moment dat er mensen in je leven zijn die eigenlijk niet goed voor je zijn. Vrienden bijvoorbeeld of potentiële relaties of schadels. Als je het lastig vindt om alleen met jezelf te zijn, dan kan het best nog wel eens zijn dat je namelijk ergens blijft hangen. Terwijl het misschien beter is om echt even weer alleen te zijn, zodat je ook ruimte openlaat voor nieuwe dingen. Voordat ik ga beginnen, is het denk ik wel echt belangrijk om te zeggen dat iedereen anders is en dus ook hele andere behoeftes heeft. Sommige mensen zijn natuurlijk introvert, dus die laden juist op doordat ze alleen zijn. Die hebben misschien ook meer behoefte om alleen te zijn. Andere mensen zien zichzelf meer als extravert en die, ja, die krijgen er juist energie van door. Wel met andere mensen te zijn in sociale settingen. Je hebt ook mensen die ambivert zijn, dat zit er een beetje tussenin. Voor iedereen is die behoefte dus anders, maar ik weet wel zeker dat het voor iedereen ook echt goed is om echt die tijd met jezelf te besteden en ook die aandacht te hebben voor jezelf. Alleen zijn. Waarom is het dan toch soms zo lastig? Dat kan echt heel erg veel verschillende redenen hebben. Het kunnen hele grote dingen zijn, zoals bijvoorbeeld heel diep geworteld trauma, of bijvoorbeeld je mentale gezondheid. Of het kan er simpelweg doorkomen dat je het gewoon niet echt gewend bent om alleen te zijn. Misschien was je vroeger thuis ook wel weinig alleen of kreeg je heel erg weinig ruimte om dat te doen. Daarnaast kan alleen zijn ook best wel wat ongemak omhoog brengen omdat er helemaal niemand is om je af te leiden van wat er in je binnenwereld gebeurt. En het zijn juist nou net de momenten waarop je dus tijd hebt voor jezelf waarop je binnenwereld zegt: "Hey hey, wij moeten het nog eventjes hebben over al die dingen die je hebt proberen weg te stoppen de laatste tijd." Je binnenwereld wacht altijd netjes op zijn beurt om zeg maar vanaf de achtergrond naar de voorgrond te komen. En dat is vaak op momenten wanneer je er niet omheen kan. Wanneer je alleen bent. Daarnaast worden de woorden alleen en eenzaam veel te veel door elkaar gebruikt. Alleen uit eten gaan of alleen naar de film of alleen naar een concert klinkt als iets wat ongelooflijk awkward gaat voelen, omdat je misschien bang bent dat mensen je daar zien alleen en daar dan wat van vinden. Wat zullen ze wel niet denken dat er met me aan de hand is, denk je dan misschien? Nou, en ik kan precies vertellen wat er met jou aan de hand is. Want op het moment dat jij lekker alleen ergens naartoe gaat, dan staat daar iemand die zich door niks of door niemand laat tegen te houden om te doen waar hij of zij blij van wordt. En dat is echt een hele toffe eigenschap. Bij mensen zijn echt bedraad om de connectie aan te gaan met elkaar, Wow, Dat klonk echt super Temptation Island. Maar dat is wel echt wat het is. We zijn echt sociale dieren. Maar om fijne connecties aan te gaan met mensen is het ook wel echt belangrijk dat we ook een connectie hebben met onszelf. Want vanuit die plek in onszelf waar we dan echt mee verbonden zijn, kunnen we keuzes gaan maken die goed voor ons zijn. Ik zal een paar voorbeelden noemen van wanneer je misschien disconnected bent met jezelf. Bijvoorbeeld, het is vrijdagavond en je bent super moe, helemaal gesloopt van de week. Echt waar, je weet gewoon diep in je hart dat het het allerbeste zou zijn om vanavond lekker op de bank te blijven zitten en gewoon even je rust te pakken. Maar omdat je niet alleen wil zijn, ga je toch de stad in, de hort op, op zoek naar vrienden. En achteraf heb je helemaal niet zo'n hele leuke avond gehad, want je was eigenlijk super moe. Je wist diep van binnen dat je dat avondje opladen echt nodig had gehad, maar toch ben je gegaan. Of je gaat afspreken met mensen die echt energiezuigers zijn. En dan voel je je daarna ook echt helemaal drained. Maar dat doe je omdat je liever dat doet dan dat je alleen thuis gaat zitten. Of een veel groter voorbeeld. Je hebt misschien wel een relatie met iemand met wie het wel oké okay is. Niet slecht. Gewoon prima. Je weet diep van binnen heel goed dat het eigenlijk helemaal niks is voor je. Maar je blijft toch. Omdat je denkt dat dit wat je hebt met deze persoon. Dat wazige, wollige, net niks. Dat dat beter is dan helemaal alleen zijn. Dit soort keuzes maak je vanuit een plek in jezelf die bang is. Bang om alleen te zijn. Het gaat ook in één keer nu zo hard regenen. Ah, ik wil gewoon zomaar. Is dat nou echt te veel gevraagd? Oké, okay, back to it. Het ding is dat wanneer je je beslissingen zou maken vanuit een plek die zich wel oké okay voelt... je waarschijnlijk hele andere keuzes had gemaakt. Je waarschijnlijk misschien ook iets meer zelfvertrouwen had gehad om te zeggen... oké, okay, het is misschien toch echt beter om alleen te zijn dan met iemand... Ja, waar ik toch niks voor voel of waar ik eigenlijk geen toekomst mee zie of oké, okay, ik blijf vanavond thuis, ondanks dat ik mezelf dan misschien een beetje buitengesloten voel, maar ik heb het nodig dat ik vanavond even gewoon mijn rust pak. De volgende keer ga ik weer mee, ben ik er ook helemaal bij, heb ik er ook echt zin in. Het kan zijn dat je dit hoort en echt even bij jezelf denkt, nou, dit moet ik gewoon echt even laten bezinken. Prima dat je dit zegt zelf, maar ik moet hier gewoon even over nadenken. En ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat het heel goed is om jezelf even af te vragen, op wat voor manieren in mijn leven vermijd ik het om alleen te zijn? En op wat voor manier doe ik dat dan? Goed, dit wat ik nu schets, dat is één uiterste. Maar ikzelf zit misschien weer een beetje aan het andere uiterste, want door dingen die ik heb meegemaakt vroeger, waar ik misschien nog wel een keertje wat over ga vertellen, vandaag nog eventjes niet, had ik al best wel vroeg besloten dat ik dacht bij mezelf, weet je wat? Ik doe het allemaal wel alleen. Ik vond dat ik niemand nodig had en ik wilde ook helemaal op niemand hoeven leunen of hoeven bouwen of hoeven steunen. Ik had gewoon besloten, ik ga dit alleen doen. Ik heb niemand nodig. Dat was echt een beetje een soort van mijn mindset. En dat vond ik destijds tering cool. Ik vond het echt super cool dat ik helemaal vond dat ik niemand nodig had. Ik vond dat heel zelfstandig. Ik, ik hechtte ook heel veel van mijn eigen waarde aan mijn zelfstandigheid. In alle eerlijkheid was ik altijd eerder gewoon heel erg bang. In plaats van dat ik stoer was. Uit angst om gekwetst te worden liet ik mensen gewoon liever niet al te dichtbij komen. Ik deed dus prima alleen, ik woonde alleen, ik was graag alleen, ik deed graag dingen alleen. Ik was ook heel graag met vriendinnen. Maar als je tegen mij destijds had gezegd: Oké, okay Sofie, je moet nu een week lang in je appartement gaan zitten en je mag helemaal niemand zien, dan zou ik dus bij mezelf hebben gedacht: Jeetje, dat is relaxed. <laughs> Dit is ook honderdduizend procent de reden dat Brian mijn eerste vriend is. Want er was helemaal niets in de wereld dat ik zo eng vond als een liefdesrelatie aangaan. Ik werd voorheen gewoon misschien wel fysiek misselijk van het idee. Dat je dus iemand moet toelaten in je leven. Terwijl ik het juist super graag wilde. Maar ik, 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 kon, ik begreep gewoon niet hoe het, hoe het fijn kon zijn. om iemand te hebben die zo dichtbij stond. Ik dacht echt van. Huh, ik kreeg daar helemaal. dat ik echt dacht bij mezelf: oké, okay, waar is de nooduitgang? Zeg maar dat. Ik hield jongens, schijnstreep mannen. gewoon vanaf jonge leeftijd al wel echt. ja, veilig op afstand. Het was een beetje alsof ik een fort probeerde te bewaken. Als ik dan iemand toeliet, dan voelde het voor mij een beetje alsof er zeg maar was ingebroken in mijn fort. En um, dan zit er dus vervolgens iemand in mijn fort en dan heeft hij dus de kans om de boel helemaal kort en klein te komen slaan. En dat had ik gewoon zelf tegen kunnen houden als ik gewoon ze iets meer op afstand had gehouden. Dat was een beetje een soort van mijn mindset. Ik dacht op een gegeven moment zelfs bij mezelf van die liefdesfunctie, die is gewoon niet ontwikkeld bij mij. Ik denk gewoon dat ik dat niet kan. Ik dacht gewoon bij mezelf, ik neem lekker een kat en dan word ik gewoon met die kat oud. Ik had het helemaal zien zitten. Dus wat doe ik? In 2017 haal ik die kat. En twee maanden later ontmoet ik de liefde van mijn leven. Goed, maar dat terzijde. In het voorbeeld dat ik nu noem, um, was ik dus heel goed alleen, maar ook eenzaam. Ik ging destijds echt de connectie heel erg uit de weg. Ik probeerde het allemaal maar zorgvuldig buiten de deur te houden. En ik was ook niet echt verbonden met mezelf. Met de kennis van nu, als ik nu terugkijk, dan zie ik gewoon dat, ja, dat ik gewoon best wel eenzaam was daarin. En dat zag ik ook wel terug in mijn gedrag. Want toen ik alleen woonde en ik ging bijvoorbeeld op stap, dan bleef ik zo drie dagen weg. Want als ik dan op een gegeven moment naar huis zou gaan, dan werd het eenzaam. Dan was ik alleen over met mezelf en eigenlijk al het verdriet dat ik had weggestopt. Zeg maar, mezelf vergiftigen met allemaal mensen die ik niet kende, in een huis dat ik niet kende, was beter dan alleen zijn met mezelf. Ik word gewoon helemaal sad als ik er nu aan denk. Dat is iets wat ik echt niet meer wil voor mezelf. Maar goed, daar heeft therapie ook wel bij geholpen. Nu ben ik dus al bijna zeven jaar met Brian. En ben ik echt super blij dat ik hem zo toe heb gelaten. Wat ik nu eigenlijk inzie, is dat je jezelf helemaal niet hoeft te verliezen. op het moment dat je samen bent met iemand. En ik heb ook gezien dat niet iedereen erop uit is om je, zeg maar, pijn te doen. En dat wanneer je misschien toch pijn ervaart, dat je daar ook wel echt mee om kan gaan. Dat je daar dus uiteindelijk niet dood van gaat of zo. Wat wel heel erg in mijn karakter zit, is dat ik wel heel erg een behoefte heb aan een bepaald soort vrijheid. En ook aan de vrijheid om mijn eigen ding te doen. Maar omdat ik nu natuurlijk al tien jaar samen woon, zijn die momenten wel schaarser dat ik echt helemaal alleen ben, zeg maar. En mijn leven is natuurlijk ook helemaal verweven met dat van Brian. En we hebben natuurlijk allebei helemaal ons eigen ding. Maar dat ik echt even een paar dagen alleen was en helemaal mijn eigen plan heb getrokken, dat was best wel lang geleden. En daarom dacht ik, ik vertrek lekker eventjes naar Lissabon. En wat ik dus met deze aflevering eigenlijk zou willen is om je een beetje te enthousiasmeren om ook gewoon eens wat vaker wat voor jezelf te ondernemen. En dat hoeft niet helemaal gelijk direct een hele solo trip te zijn. Wat ik eigenlijk bedoel is dat je gewoon bewust wat tijd met jezelf doorbrengt. Dat je opstaat en bij jezelf denkt, vandaag ga ik dit doen. Alleen. Vandaag ga ik dit gewoon lekker even alleen doen. Of dat je bij jezelf denkt, ik ga vandaag nou echt eventjes doen waar ik zelf zin in heb. En dat is ook een hele mooie oefening om naar jezelf te luisteren van wat, wat wil ik eigenlijk echt. Waar word ik nou echt blij van op het moment dat er niemand anders is om er een mening over te hebben en op het moment dat er ook niemand anders is die toekijkt? Wanneer ik helemaal alleen ben, vind ik het bijvoorbeeld super chill om te gaan dansen. Of om naar de winkels te gaan. En dan echt als een dwaas door de winkelstraat te slenteren, te struinen. Zonder dat Brian dan op zijn klok staat te kijken en bij zichzelf denkt: wat doe je traag? <laughs> ik vind het ook lekker om gewoon eventjes iets te eten te halen. wat ik dan helemaal zelf lekker vind. Wat ik wel merk, is dat ik best wel verstrooid ben. Dus in Lissabon was ik de eerste dag vergeten om. Ja, ik was eigenlijk gewoon vergeten om te eten. En op een gegeven moment besefte ik me dus dat ik zo'n trek had dat ik bij de eerste de beste foodstand een hotdog en een koude kroket heb gehaald en dat maar gewoon op een bankje heb opgegeten. Maar alsnog, weet je, het was gewoon oké. Okay. Ik heb lekker op een bankje gezeten, van het uitzicht genoten. Het was gewoon helemaal prima. Maar de volgende dag wilde ik dat wel anders doen. Dus toen heb ik een restaurant gereserveerd. Voor je meentje. Het suffe was dus dat je in eerste instantie via de website helemaal niet kon reserveren voor één persoon. Dus ik had een reservering gemaakt voor twee personen. En toen ik daar aankwam, vroegen ze van: ja, wacht je nog op iemand? Dus ja, dan sta je daar en dan zeg je: ja, nee, it's just me. De belangrijkste reden voor mij om alleen uit eten te gaan was omdat ik weer eens dat ongemak wilde ervaren. Waarom zou je dat doen? Denk je dan misschien bij jezelf. Maar wat ik dus heel erg heb geleerd in de laatste jaren, is dat je dus heel erg veel zelfvertrouwen krijgt op het moment dat je dingen gaat doen die je eigenlijk spannend vindt of ongemakkelijk of whatever. En als je dat dan niet al te serieus neemt en het dus maar gewoon gaat doen, ook al vind je het spannend of awkward, dat je daar dus heel erg veel zelfvertrouwen van krijgt. Eén, omdat je achteraf doorkrijgt dat het eigenlijk allemaal zo erg nog niet was. En twee, omdat je er echt bent voor jezelf. Je neemt jezelf namelijk mee uit eten, ongeacht van wat mensen daar misschien wel niet van kunnen denken. En het grappige is dat wanneer je dus alleen bent, dat je super toegankelijk bent voor andere mensen om een praatje mee te maken. Dus ik zat daar alleen aan het tafeltje, maar ik heb echt hele leuke gesprekken gehad met de mensen naast me. En ik kwam dus echt ook gewoon helemaal opgeladen weer terug. En ik heb weer een beetje bewijs verzameld voor mezelf dat mijn eigen gezelschap echt genoeg is. Wel eventjes in het kader van Let's Keep It Real. Ik vind samen uit eten gaan alsnog honderd keer leuker dan alleen uit eten gaan. Want ik zat grotendeels vanavond maar een beetje naar het plafond te staren. Ja, ik voelde wel dat het goed was om te doen. De ervaring dat ik mezelf mee op stap heb genomen en daar echt wat leuks van heb gemaakt, die was me dus veel waardevoller dan daadwerkelijk zeg maar fysiek het eten zelf. De dag erna heb ik namelijk gewoon sushi besteld in de Airbnb, want ik vond het ook wel weer even best. Ik had niet nog heel erg veel zin om dat dan nog een keer te doen, zeg maar. Wat ik tijdens het eten ook wel echt merkte, was dat ik best wel geneigd was om dus mijn telefoon erbij te willen pakken. En dat is wel wat ik tegen je zou willen zeggen. Op het moment dat je op je telefoon zit, ben je dus eigenlijk niet echt meer alleen. En daarnaast leidt het je dus ook heel erg af van het ongemak dat je binnenin jezelf ervaart. Kat van mij is echt de hele... Die wilde hele tijd binnenkomen en dan was ze weer weg. En dan was weer binnenkomen en dan wil ze weer weg. Het is juist echt super kostbaar om leren om te gaan met dat ongemak. En op het moment dat je dan je telefoon pakt, dan stop je dat eigenlijk weer weg. Je hoeft jezelf natuurlijk niet te kwellen. Je kan natuurlijk prima af en toe op je telefoon. Alleen wees je er wel bewust van. Wees jezelf er bewust van dat wanneer je wel wil weten wat er in je binnenwereld gebeurt, dat je hem beter iets vaker weg kan leggen. Daarnaast is social media echt de grootste bron van FOMO die je in je zak kan hebben. Dus dat maakt alleen zijn er ook niet echt makkelijker op. Als je dan in de tussentijd ook ziet wat de hele andere wereld aan het doen is. Ik zei het net al eventjes, maar op het moment dat je alleen bent, heb je dus ook tijd om dingen te verwerken. waar je van afgeleid bent op het moment dat je mensen om je heen hebt. Dat kunnen kleine dingen zijn, maar het kunnen ook grotere of moeilijkere dingen zijn. En de kans bestaat dat het helemaal niet leuk is wanneer die dingen omhoog komen. Maar het allerbelangrijkste dat ik heb geleerd is dat gevoelens er mogen zijn. en dat wanneer je ze de ruimte geeft, dat ze door je heen kunnen bewegen en een plek kunnen krijgen. En dat is in het moment natuurlijk absoluut niet fijn, alleen. Achteraf, weer wel. Als dit iets is waar je bang voor bent, dan zou je best iemand uit je directe omgeving kunnen vragen of je eens mag bellen om te bespreken waar je mee zit. Op het moment dat je alleen bent, maar het is toch een beetje lastig. En ook als je weet dat het echt grote en complexe problematiek is. Dan is het natuurlijk verstandig om met een professional te gaan praten en helemaal geen dingen te doen waar je je echt niet comfortabel bij voelt. Dat is wel iets wat ik er echt bij gezegd wil hebben. Maar om je een beetje een idee te geven, ik zat er tijdens mijn trip in Lissabon ook best wel vaak, best wel even doorheen. En heb ik ook gewoon even met Brian gebeld. Ik had me bijvoorbeeld toen ik bezig was met de vorige aflevering van Tante Sof, buiten buitengesloten uit mijn appartement, zonder telefoon. Toen heb ik ook wel even heel hard gehuild op de stoep. En op dat moment kwamen er nog allerlei andere dingen naar boven die ik de afgelopen periode een beetje weg had gestopt. Dus toen ik op een gegeven moment, na anderhalf uur, mezelf eindelijk weer een weg terug had weten te vinden, mijn appartement in, heb ik ook even met Brian gebeld. En ook even mijn hart gelucht. Je hoeft het ook allemaal niet alleen te doen, allemaal. Maar het is wel belangrijk om jezelf af en toe de ruimte te geven. Wanneer je nou bij jezelf denkt: dit zou ik heel erg graag willen proberen, dan heb ik voor jou drie tips. De eerste tip is dat je alleen zijn en tijd met jezelf spenderen kan zien als een skill. Iets wat je dus gewoon kan leren als je er tijd in steekt. Denk maar aan hoe het was toen je voor het eerst ging leren fietsen. Dat was ook niet makkelijk. Ging ook mis, deed ook af en toe pijn als je dan omviel. Maar oefening baart kunst. En nu het eenmaal kan, pakt niemand het meer van je af. Wees dus niet al te streng voor jezelf en geef ook niet op. Tip nummer twee is dat alleen zijn niet een hele onderneming hoeft te zijn. Je hoeft niet nu een maandenlange backpacktrip naar Azië te organiseren voor jezelf. Je kunt er ook gewoon vast aan wennen door wat meer bewustzijn te creëren op momenten dat je toevallig of spontaan alleen bent. Doe op zo'n moment dan even alle afleidingen weg. Dus muziek, tv, netflix, podcast, alles wat je doet eigenlijk om gewoon, ja. Jezelf een beetje bezig te houden. En probeer gewoon eens te voelen hoe het is om echt met jezelf te zijn. Zonder alle ruis en afleiding. Stap voor stap. Tip nummer drie is dat alleen zijn een heel stuk leuker is op het moment dat je iets doet waar je zelf energie van krijgt of blij van wordt. Wandelen, rennen, eten, winkelen, whatever. Alles lekker op je eigen tempo en helemaal wat je zelf wil. Ik zou zeggen probeer het eens. Wat ik hoop. Ah, koekje niet doen. Wat ik hoop dat je meeneemt uit deze aflevering. Is dat het goed is om tijd alleen te spenderen omdat het tijd is waarin je jezelf echt kan leren kennen en ook een relatie met jezelf opbouwt. En je hoeft jezelf op geen enkele manier te schamen wanneer je alleen dingen gaat doen. Dat is juist heel tof van je. Het kan ongemakkelijk voelen op bepaalde momenten, maar juist door die dingen dan gewoon te doen, bouw je aan je zelfvertrouwen en leer je ook dat je uiteindelijk altijd jezelf hebt om op terug te vallen. Ook in situaties die dus misschien niet goed voor je zijn. En als het echt allemaal te groot is voor je, weet dan ook dat je helemaal niets hoeft of moet. Goed, nou, dit was het alweer voor vandaag. Ik ga maar eens even heel gauw aan de edit, want ik loop weer iets achter op schema. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Ik wil je ook laten weten dat als er iets is of als je iets van jezelf wil laten horen, dat dat kan via Spotify, YouTube, maar ook via Instagram. Je kan Tante Sof daar volgen, @tante_sof. Tante Sof. En um, ja, dat was het. Laat het me ook vooral weten als er een bepaald onderwerp is waarvan je graag wil dat ik het erover heb. Want uh, ik vind het alleen maar leuk om het samen met jullie te doen. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren. Hou je tijd En uh, dan spreek ik jullie volgende week weer. Adieu.